Nu snoeien is funest. Premier Balkenende is gepikeerd over de kritiek dat zijn kabinet te traag reageert op de crisis. Hoe vindt u dat de regering reageert op de crisis? Beroerd. Echt heel beroerd. Dat kan beter. Ze moeten wat betere actieplannen ondernemen zodat we wat sneller uit die crisis komen. Slecht. Ze hadden gewoon veel beter kunnen handelen gewoon en dingen gewoon doen. In plaats van alleen maar die dingen zeggen en dan achterwege laten, weet je wel. Ik vind dat ze wel dingen anders kunnen doen, zou ik zeggen. Maar ja, voor de rest vind ik dat ze het niet slecht doen of zo. Nou, volgens mij hebben ze helemaal niks besloten. Ze hebben alles voor zich uitgeschoven. De vraag is dan ook, heeft u nog vertrouwen in deze regering? Nee. Nee. Wat mij betreft kunnen ze morgen gelijk met z'n allen naar de stembus en gaan we eens kijken wat het nieuwe kabinet gaat worden. Nee. Ik niet. Echt niet. Wel, ja, ik vind de crisis die gaat wel weer voorbij. Zo slecht hebt Nederland het niet. Dus ja, over 3 jaar dan heb iedereen zoiets van Jezus, nou die crisis is voorbij, we hebben het overleefd. Dus ja, ik heb er sowieso niet zoveel last van. Oh, ik heb eigenlijk nooit vertrouwen in deze regering gehad. Dus op dit moment nog minder. Nou, geen vertrouwen in. Ik zou het een betere functioneren vinden als iemand werd gekozen op functionaliteit. Als individu per persoon kiezen. En niet als één groep. Hè. Je stemt nu in feite op één persoon. En wat al die rest van die mensen doen, ja, die mensen die ken je in feite helemaal niet. Dus waar kies je voor? Ja, je kiest op basis van een verhaal wat iemand vertelt voor de TV als promotie.